Yvonne Labalata, we zijn hier in de speeldoos. Hier is het ooit begonnen voor je? Hier is het echt jaren geleden begonnen, ja. Met de Vugse Revue. En de Vugse Revue en Cats heb ik ook nog in gezeten. Toen, ik weet niet meer hoe dat precies heet. Musical Vught, Vugse Musical, weet je? Nee, dat weet ik niet meer. Maar in ieder geval de Vugse Revue. Daar is het echt mee begonnen. Hoe vaak kom je hier nu nog? Oh, dat is een pijnlijke vraag. Heel weinig. Ja, ik ben een tijd uit Vught geweest. Ik woon nu wel weer in Vught. Maar als ik naar theater ga, dan is dat toch eerder in Den Bosch of in Amsterdam of elders. Ja. Maar ik bedoel eigenlijk ook wat betreft je eigen optredens. Ja, mijn eigen optredens. Het is een paar jaar terug dat ik hier in Vught heb gestaan. In de speeldoos, met mijn eigen voorstelling. Maar de laatste jaren ben ik niet meer met eigen producties bezig. Niet de grote producties, want er is simpelweg geen geld voor. Het is een hele grote investering, is prachtig om te doen. Maar dat kan nu even niet meer. En het is ook wel goed. Ja, er is alweer tijd voor nieuwe dingen. In één keer stond de naam van Yvonne Labalata weer volop in de schijnwerpers deze dagen. Want Yvonne Labalata die won als zijnde, met het typetje noem ik het maar even, misschien mag ik het zo noemen? Met het typetje Gina won ze het COC Liedjesfestival. Ja, het Songfestival, ja, daar ben ik heel blij mee. Weet je dat? Ja, ik ben heel erg trots dat ik sowieso voor Noordoost-Brabant, voor COC Noordoost-Brabant uit mocht komen. Ze hadden me daarvoor gevraagd en dat vind ik een eer. Ik wil best de straat op, ik wil wel een statement maken. Want COC staat voor het is de belangenbehartiger van homoseksuelen in Nederland. En ik wil daar wel een lans voor breken, dus ik heb daar een nummer voor geschreven en ik heb ook nog gewonnen. Ja. In hoeverre is wat nummer representatief voor Yvonne Labalata? Want het is al als een carnavalsnummer neergezet. Ja, nou, dat is heel erg representatief. Ik hou erg van het Nederlandse lied, het levenslied. Ik hou van carnaval. En een beetje in de sfeer van vroeger van de zangeres zonder naam wilde ik een nummer maken. Dat ergens over gaat. En het gaat, wat dat betreft is het wel representatief. Ik wil wel die bank afkomen. Voor mij is homoseksualiteit geen enkel punt. Dat is voor mij geen ding. Maar ik zie wel om me heen dat het voor andere mensen wel een punt is. En je moet gewoon trots zijn op de liefde. Hè? Dat maakt niet uit van wie je houdt. Je moet daar trots op zijn en daar mag je voor gaan staan. En dat kan je het beste doen door een vrolijk opgewekt nummer. En vandaar dat nummer. In naam der liefde vraag ik al. Stop met het oordeel, ga het leven aan. En als jij het kwetsen niet kan laten, mag jij van mij voor het zingen de kerk uitgaan. Ja, wie zonder zonde is, die mag zich melden. Jouw carrière, we hadden het straks al over hoe die begonnen is in de speeldoos met Cats en de theatervereniging Vught. En daarna heb je heel veel gedaan. Je bent heel erg veelzijdig. Je hebt backing vocals gedaan bij hele bekende acts. Noem er eens een paar. Nou, wat wil je weten? Van Randy Crawford naar Laura Fiji, van André Hazes naar Lee Towers. Van The Tramps naar Rose Royce, The Weather Girls. Guus Meeuwis, ga maar door. Ja. Backing vocals gedaan, maar daarnaast doe je heel veel zelf. Van heel klein, combootjes, triootjes, eigen theatershow. Ja. Trainingswerk, bedrijfstheater, ik doe het allemaal. Ja. Ja. Alles wat waar ik mijn eigen vak, theater, zang en training in vorm kan geven, daar zoek ik naar mogelijkheden en dat is ontzettend leuk om te doen. Ver van mijn bed, al die homo-haat, maar die laster zal pas echt verstommen. Als ik jou zeg waar het op staat. Wie zonder zonde is, die mag zich melden. Wie niets om liefde geeft, die sluit maar achteraan. Maar ik hou van het Nederlands lied.
ik hou van het levenslied en ik dacht, ik ga me wat meer focussen. Dus die backing focus, daar ben ik gewoon mee gestopt. Hartstikke leuke periode en nu ben ik gewoon al mijn talenten bij elkaar gaan stoppen. En dat zit in Gina, dus daar zit theater in en daar zit zang in. En ik kan een boodschap kwijt daarin. Nu even, hè, nu is dat dan de zichtbaarheid van met het lied Ode Liefde. De zichtbaarheid en de trots van homoseksuele mensen. En Margina staat voor meerdere dingen in de samenleving waar ze zich soms ook wel boos over maakt. Of dingen die haar verbazen, daar maakt zij nummers over en daar gaat ze voor staan. Dus dat kunnen maatschappelijke punten zijn, het zou van alles kunnen zijn. Gina, is dat het typetje waar jij de komende jaren je carrière aan gaat ophangen? Het zou zomaar kunnen, zie ik je denken. Precies. Je ziet me heel goed denken. Ja, en ik vind het leuk om meerdere types naast elkaar te zetten. Dus Gina is er één. Ik heb ook nog een duo samen met Gertrud Leidsman, ook uit Vught, Silly en Dartel. Ik heb nog een duo, een country duo, en dat heet Jack en Molly. De Dutch Prairie Singers. Dat zijn allemaal types waar ik heel veel in kan stoppen. En dat is wel nu waar ik ontzettend enthousiast over ben. Om via types, niet zozeer gewoon als Yvonne Labalata, die zit er wel achter, maar gewoon in typetjes, in alter ego's, gewoon een verhaal te vertellen en daar veel muziek bij te maken. En dat is super, super leuk om te doen. Ja. Toch nog maar eventjes terug tot slot, want dat hadden we gezegd naar Gina. Ja, want als ik dat nummer hoor en jou ook zie en ik zie wat het doet met mensen, dan denk ik, dat is een geboren carnavalsnummer A. En B, zie ik jou volgend jaar al op zo'n boot door de grachten van Amsterdam gaan bij de Gay Pride of de Camel Pride, hoe zeg je dat? Nou, ik wil wel. Nou, zou misschien leuk zijn als we dat vanuit Vught zouden doen, hè? Want ik merk dat Vught uit de kast gaat komen met carnaval, dat is toch het motto. Nou, ik denk dat Vught dat gewoon, Vught mag zich ook wat meer op de kaart zetten. En als ik nou gewoon voor Dommelbaarsdurp op zo'n boot, de Kennel Parade, Ode Liefde ga zingen. En we nemen half Vught mee in die boot op. Joh, we zijn nog goed bezig. We slaan,